Oké, okay, hallo allemaal. Daar zitten we dan. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb een mooie make-upje op. Doe nou wel van Barbershop Alles in Bedrijf. En jullie hebben zo vaak gevraagd voor het moment van wanneer komt nou de Q&A? Wanneer komt nou de Q&A? Wie ben je nou? Je loopt maar films online te gooien, maar wie ben je nou eigenlijk? En vandaag is de dag dat ik jullie antwoord gegeven op de meeste vragen die zijn gesteld. Ik hoop dat na dit filmpje jullie een beetje een beter beeld hebben over wie ik nou eigenlijk ben. En zo niet, zijn de vragen alsnog welkom. Ik vind vloggen gewoon hartstikke leuk. Ik wil niet perfect zijn. Ik wil ook geen perfect beeld creëren, want dat ben ik niet. Ik ben gewoon een leuk wijf en voor de rest hoop ik dat jullie me net zo leuk vinden. Zo niet, kijk nog een filmpje, dan vind je me vast wel leuk. Ik heb vandaag een interviewer bij me. En die gaat alle vragen die jullie hebben gestuurd, althans de meeste en de leukste, sommige waren een beetje te extreem. Dus die hebben we achterwege gelaten. Maar de meeste vragen, die gaan we gewoon beantwoorden. En zij gaat ze stellen en ik beantwoord ze. Ik heb de vragen niet van tevoren bestudeerd. Dus elke reactie die jullie op dit moment van mij krijgen, is gewoon oprecht een momentopname. Ik sta er nu zo in. Mijn emotie voelt er nu op dit moment zo bij. Dus, do not judge me. It's just me. De achtergrondgeluid wat jullie horen. Ik ben, zoals jullie zien, bij Barbershop Alles in Bedrijf. En ik had de mogelijkheid om het hier op te nemen. Dus ik dacht, waarom niet? We gaan gauw beginnen. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Oké, ben je ready? Ja, ik ben ready. Voor de spannende vragen? Ja. Nou, Gail, wat zijn je goede, maar ook je slechte eigenschappen? Jeetje, je valt wel gelijk met de deur in huis, ja, hè? Potverdorie. De goede, maar ook de slechte eigenschappen. Ja. Nou, jij mag daarin eigenlijk meepraten. Ik ga een paar noemen waarvan ik vind van mezelf, nou, dit zijn mijn goede eigenschappen. En dit zijn mijn slechte eigenschappen. Maar de persoon die mij interviewt, die kent mij nu inmiddels ook wel een beetje. En er zit nog publiek achter deze camera. En die kunnen ook wel weten. kunnen ook wel weten of het waar is of niet. Hoe ik mezelf zou omschrijven als een goede eigenschap is. Ik ben toch wel ten alle tijde eerlijk. Het is niet altijd voordelig voor mezelf. Maar ik ben een eerlijk persoon. Zeker, ja. Ik ben loyaal. En ik ben een sterk persoon, vind ik van mezelf. En er wordt daarachter geknikt, dus de mensen zijn het met me eens. en ja, dat kan je niet zo snel van jezelf zeggen. Maar de dingen die ik in het leven heb gezien en meegemaakt, vind ik wel dat ik van mezelf mag zeggen dat ik zeker een sterk persoon ben. Ja. En in loyaliteit en in eerlijkheid, daar ben ik vooral in gegroeid. Was ik niet altijd. Ben ik niet altijd geweest. Maar ik ben nu inmiddels wat ouder, wat wijzer. En ik vind wel dat ik die drie eigenschappen nu op dit moment beheers, ja. En behulpzaam ook. Komt nog een eigenschap bij, behulpzaam. Ja. Nou, hè? Dat is mooi om te horen. Ik vind mezelf ook wel behulpzaam, ja. Maar om dat zo van jezelf te zeggen, vind ik dat net iets. Maar dankjewel. Alsjeblieft. Ja. En nou je slechte uitspraak. Oh ja, die vergeten we natuurlijk, hè? Wat verdorie. Nou, heb je even. Nummer 3 zou ik zeggen. Of je daar ook, Slechte eigenschap is. Ik verviel heel snel. Mm-hmm. Dat is niet altijd goed. Want ik ben heel snel afgeleid, heel snel verveeld. Ik neem dingen heel snel persoonlijk. Ja. Omdat ik een persoon ben die altijd nadenkt, probeer na te denken voordat ik iets uit. Of iets doe. Ja, ja. Dus als jij dan anders handelt, dat is een slechte eigenschap. Dan ben ik gewoon op mijn tenen getrapt. Je bent gewoon iemand van je woord. En ja. Dus, ja. Dus als ik dat niet terugkrijg, maar dat is dus een eigenschap waar ik aan werk. Ja. Wat je geeft, mag je niet terugverwachten. En dat doe ik over het algemeen ook zeker niet. Maar als het gaat om loyaliteit, dan ben ik daar gewoon echt heel strikt in. Ja. Oké. Okay. Nou, wordt gevraagd wat voor werk je doet. Wat voor werk doe ik? Die vraag heb ik heel veel binnengekregen. En ik vind het heel leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in wat voor werk ik doe. Maar kort maar krachtig.
ik onderhoud mezelf. Ik ben fulltime moeder. Dat is een fulltime baan. Ik werk aan mijn toekomst. En ik ben een hustler. Ja? En een hustler houdt in wat op mijn pad komt waarmee ik geld kan verdienen in de positieve zin, hè jongens? Ja. Daar zou ik voor gaan. Ik ben gewoon een harde werker. Echt. Ja. Ja. Dat is het antwoord. Oké. Nou, er wordt gevraagd, hoe ga je om met de aandacht die je krijgt? Momenteel. Ja, ik denk dat ze bedoelen dat het, ja. Nou, ik zal jullie heel eerlijk zeggen, ik vind dat jullie dan die vraag een beetje te vroeg stellen, vind ik persoonlijk. Ik bedoel, het is mijn 7e, 8e vlog. Maar gek genoeg kom ik de laatste tijd steeds meer mensen tegen die mij herkennen. Of die zeggen, hé, jij vlogt. En ik moet zeggen dat ik er heel goed op ga. Ik vind het alleen maar leuk om te horen dat mensen me grappig vinden of mensen me leuk vinden. Maar positieve feedback, of feedback waar ik wat aan heb, dat kan ik ook waarderen. Maar het feit dat ik herkend word, laatst was ik bij zwemles, kwam met een moeder en Victoria zegt, oh, mam, ze herkende jou. Dus we gaan niet overdrijven. Ik ben nog geen celebrity of zo. Hoop ik wel ooit te worden. Maar hoe ga ik om met de aandacht? Ik ben gewoon lekker mezelf en ik ga er goed op. Ja, wie houdt niet van positieve aandacht? Toch? Ja. Nou. Ja. Oké, dan komen we op de volgende vraag. Iemand vraagt, wat is Luna van jou? En hoe heb je haar leren kennen? En ja, ze vindt dat jullie een mooie band hebben, mashallah. Ah, dankjewel voor degene die dat heeft gezegd. Ja. Hoe ken ik Luna? Ik ken Luna door mijn allerbeste, grootste, liefste Siskala. En dat is zijn zusje. En ik ben gezegend om hem, via hem, zijn familie te hebben mogen ontmoeten. Want ik ken niet alleen zijn zusje, ik ken zijn moeder, zijn vader, zijn tantes, nichtjes, neefjes. En het is een one big happy family. En Luna in het bijzonder. Luna en ik, die ontmoette ik de eerste keer bij hem, bij zijn moeder thuis. En mijn hart, die smolt. Ja. Instantly voor haar. Mijn oog viel op haar. Ik vond haar prachtig, mashallah. Maar los van dat ik het prachtig vond, straalde ze zoveel puurheid en liefde uit. Ik zeg je eerlijk, sinds die dag dat ik bij ze ben geweest, Geltu en Luna hebben mij regelmatig in en uit zien komen. En het zijn gewoon mensen naar mijn hart. Maar ik ken ze dus dankzij Aziz. Ja. Oké. Ja. Nou, iemand had ook geen vraag, maar wel een leuke reactie. Ja. Die zei, hallo Gail, wat een leuke vlog. Dit is mijn allereerste bekeken vlog van jou en wat ben je super lief. Ook respect voor de bruid en een ieder. Prachtig. Ah, wat lief. Dankjewel. Kijk, hier doe je het voor. Hier doe ik het voor. Ja. Ik heb na de vlog van de bruiloft heb ik zoveel positieve reacties gekregen. Dus in ieder die dat nu ook kijkt, dank jullie wel. Ik heb allemaal voorbij zien komen en ik heb ook geprobeerd op iedereen te reageren. Ik vind het heel leuk dat jullie hebben genoten van de manier waarop ik heb gefilmd. En shout out naar jou. Oké, nou, nu hebben we een andere vraag. Die een beetje, hoe is het om in het leven... Nee, sorry, ik stel hem verkeerd. Hoe is het om te leven in de schaduw van bekende mensen? Ja, dat is een minder positieve vraag. Maar ook die heb ik gekozen te beantwoorden. Ja. En waarom is omdat een ieder zijn eigen mening krijgt over een persoon op het moment dat jij je blootstelt op internet. Ik weet niet hoe ik op jullie overkom. Het enige wat ik weet is dat ik zo dicht bij mezelf probeer te blijven. Niks van wat ik doe is gemaakt. Ik probeer ook gewoon te laten zien dat als mijn wimpers uitgevallen zijn, dat ik alsnog een vlog opneem. En als het even niet mee zit, film ik het ook. Maar als, if I feel pretty, like today, I'm gonna show up. And that's me, snap je? Dus om antwoord te geven op je vraag, ik leef niet in de schaduw van bekende mensen. Zo word ik ook niet behandeld. Zo zie ik mezelf ook niet. En dat ik gezegend ben om mensen te kennen die het gemaakt hebben, dat is alleen maar een motivatie. Ja, zeker. Die zijn op jouw pad gekomen. Ja. En dat zie ik als motivatie. Ze motiveren me en ze laten zien dat de mogelijkheid er is om te behalen wat je wilt in het leven. Dus ik hoop dat je vraag is beantwoord. En on to the next. Next one. Zou je ooit nog met de vader van je kind gaan? Nee. Oké.
Nee. Kort maar krachtig. Ja. Nee. Dat is geweest. En okay. Ik wens hem het beste. Nou, fijn toch? Ja. Maar nee. Nou, dan gaan we naar de volgende vraag. Waarom ga jij nog niet met Aziz? Hey, jongens. Nou, dat is helemaal geen nieuwe vraag voor mij. En de reden dat ik ervoor heb gekozen om deze vraag te beantwoorden, is omdat ik hoop dat het nu duidelijk zal zijn voor een ieder. Ik denk dat niemand ooit zal begrijpen wat Aziz voor mij betekent en hoeveel ik van hem hou. Ik kan het waarschijnlijk in woorden blijkbaar ook niet omschrijven, want ik heb het vaak genoeg geprobeerd uit te leggen op Instagram, et cetera. Maar Aziz is een man naar mijn hart. Die zal er altijd in blijven. Ik zal alles voor hem doen ten alle tijden, zolang als dat ik leef. En ik weet dat dat respect en de liefde wederzijds is. Aziz en ik zijn geen stel. Aziz en ik zullen geen stel zijn. We zijn meer de familie. Minder dan liefdespartners. Maar de liefde die wij voor elkaar hebben is misschien nog wel meer waard. Snap je? Dus ik beter dan dit kan ik het niet uitleggen. En ik hoop dat het nu voor iedereen duidelijk is. Wij zijn geen stel. Ik hou van hem. Hij houdt van mij. En dat is goed. Ja, en dan plakken we gelijk erachteraan. Ken je Aziz? Ik ken Aziz. Misschien komt daar dan wat meer helderheid en duidelijkheid bij. Aziz traint vanaf hij 14 jaar is bij mijn vader. Hij kickbokst daar. En wij hebben elkaar ontmoet. En we hebben hele bijzondere dingen met elkaar meegemaakt. Waardoor de band die wij hebben gewoon zo tight is. En misschien begrijpen jullie nu waarom we zo hecht zijn en zo close. Onze families kennen elkaar. Hij komt bij mij over de vloer, ik bij hem. Dat komt, dus dat is allemaal begonnen omdat hij kickbokst bij mijn vader. En houden jullie dit in de gaten, want 24 september komt hij terug. En dan begrijpen jullie waar mijn enthousiasme en mijn kick voor kickboksen vandaan komt. Los van mijn vader, go check him out. Houd in de gaten, 24 september 2022 komt Aziz Kala terug. Is het nu genoeg over Aziz? Want anders lijkt die interview over Aziz te gaan, jongens. Kom on. Nee, hebben we hebben geen vraag meer over Aziz. Oké. Gaan we naar de volgende vraag. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Dat is een goede vraag. Dat is ook zeker iets waar ik me in het dagelijks leven zeker mee bezig hou. Mm-hmm. Waar ik mezelf over 5 jaar zie is inshallah gezond. Ja. Succesvol. Dichter bij mijn financiële onafhankelijkheid. Liever morgen dan vandaag. Nee, liever vandaag dan morgen. Ik wil een succesvolle, ondernemende, zelfstandige vrouw / moeder zijn. Die vooral bekend zal staan als iemand die in haar eigen kracht staat. En al haar doelen die ze heeft opgeschreven, zal behalen. En of dat nou morgen is of over 5 jaar. Het doel is om als zo'n vrouw bekend te staan. Nou, ja. Mooi gezegd. Toch? Inshallah. Ja. En wat is het mooiste tot nu toe? Het zou wel leuk zijn als ik over 5 jaar terugkijk naar dit. Ja. En ik heb het behaald, hè? Ja, inshallah. Laat het gebeuren, jongens. Kom op nou, kom op nou. Ja. Ja. En wat is het mooiste tot nu toe waarin je gegroeid bent? Je bent namelijk echt gegroeid, dus je kan het mooi uitleggen. Zo, dat is ook een compliment. Ja. Nou, wat is het mooiste waarin ik gegroeid ben? Dat is de vraag. Ja. Ik denk in mijn communicatie. En het hebben van geduld. Mm-hmm. Begrip hebben voor andere mensen hun emoties. Ja. Ik kan mij wat makkelijker verplaatsen in jouw situatie. En dat kon ik voorheen niet. Ik had zo'n lont, zo'n bek. Sorry voor mijn taalgebruik. Het ging voornamelijk om wat ik vond en wat ik wilde. Dat vond ik zeer egoïstisch. Mm-hmm. Dus daar ben ik aan gaan werken. En ik vind dat ik nu heel goed mezelf kan verplaatsen in iemand anders schoenen. En kan luisteren voordat ik reageer.
Dus ik vind dat ik daar mijn rust in heb gevonden en dat ik daar vooral in gegroeid ben. Nou, mooi toch? Ja. Ja. Waarom durf je de liefde van je leven niet de waarheid te zeggen? Jongens, nou, hier zit een verhaaltje achter. De reden waarom ik deze vraag heb uitgekozen is omdat ik me wel herinner van wie deze vraag komt. Want heel veel vragen waren van een nep-account of zo. Dat durf ik wel. Laten we het daarop houden. Ja. Weet je, dat durf ik wel. En om een wat beter en duidelijker beeld te scheppen is... Ik vind het nogal moeilijk om mijn emoties, vooral als het om mezelf gaat, bloot te leggen. Mm-hmm. Bloot te stellen. Ja. Maar die tijd is voorbij. Ik vrees niet meer. Ik ben niet bang om te vallen of om te falen. Nou, ik leer er alleen maar van. Ja. Dus dat durf ik wel. Oké. Okay. En wat vind je het leukste aan moeder zijn? Zal ik je heel eerlijk zeggen? Er is niks wat mij onzekerder kan maken dan moederschap. Mm-hmm. En nu dat we erover praten, wil ik gelijk een brok in mijn keel schieten. Want wat is een goede moeder? Wat is perfecte opvoeding? Maar wat ik het mooiste vind aan moeder zijn, is dat het moment dat mijn dochter mij bedankt voor een dag wat ik haar heb gegeven. Voor het zijn van haar moeder. Vanmorgen nog staan we onder de douche. Zegt ze, mam, ik hou zoveel van u en u bent de beste moeder van mij. En er is niks puurder dan wat een kind uit zichzelf zegt. Dus het mooiste wat voor mij aan moeder zijn is de oprechtheid en de complimenten die ik van mijn dochter krijg als ik even twijfel. De liefde, als ik er even doorheen zit. De liefde. De oprechte liefde. Ja. Ja. Nee, mooi. Nou, ja. Komen we op een gekke vraag. Nou. Maar wel leuk. Vertel. Wat is je gekste dronken ervaring? Hallo jongens, wie zegt dat ik dronken word? Wie zegt dat? Nou mevrouw, ik ben een alcoholist. Dus dan wordt het heel erg moeilijk. Ja. Maar ik probeer te minderen. Ja. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 treetje per dag. Omdat het heel erg warm is. En doet u dan nog wel wat extra water erbij? Water? Ja. Wil je mij vergiftigen of zo? Nee, ik ben wel eens dronken geweest. Ja, heel eerlijk. Is wel eens gebeurd. Ja. Mijn gekste dronken ervaring. Nou, heb je even, jongens. Ik heb er wel een aantal waar ik echt wel om gelachen moest hebben. En dat is... Ja. Dat is zeker toch wel op het moment dat ik... Even geholpen moest worden met van alles, weet je? Haren vasthouden, douchen, ja. Nee. Maar weet je, ik... Wat gekker. Ja. Ja, dat. Is niks mis mee, hè? Nee. Wie is jouw rolmodel? Mijn rolmodel in het leven is mijn moeder. Ja. Mijn doel is om datgene wat zij heeft gedaan voor ons... Het nog beter te kunnen doen voor haar. Ja. En voor mijn kind. En voor de mensen waarvan ik hou. Want mijn moeder is een heel liefdevol, zorgzaam persoon. En dat zeg ik haar veel te weinig. Dus mam, als je dit ziet, ik hou ontiegelijk veel van je. En ik waardeer je enorm. Ik heb gewoon een grote bek, heel vaak. En daar hebben we het laatst nog over gehad. Ja, echt waar. Ja. Ja, dat heb je ook gezegd. Ja. Dat je moeder alles voor jou betekent, ja. Dat ze er altijd voor jou klaarstaat. En, ja. dat ik het veel te weinig zeg. Ja. Maar zij is echt mijn rolmodel. En ik kan me geen leven bedenken zonder die vrouw. Ze is mijn ruggengraat en ze is mijn steun en toeverlaat. Dus ik kijk heel erg naar haar op, omdat ze het voornamelijk alleen gedaan heeft. Ja. En het nog steeds voor ons doet op deze oude leeftijd. Dat ze, ja, ze is een oude rakker geworden nu. Nou, maar ze is een maar ze doet vrouw, het nog, dat zie je wel. Weet je? Dus ja. Dat is mijn moeder. Ja. Ja. Waar ben je het meest trots op? In het leven? Waar ben ik het meest trots op? Ik ben op dit moment het meest trots op het feit dat ik op dit moment in mijn eigen kracht sta. Mm-hmm.
I'm in a happy place right now. En dat van elke fout of misstap die ik maak in het leven, dat ik daar een les uit kan halen. Dat. Mooi. Ja. Mooie woorden, Gail. En nou, dan gaan we het even hebben over onze gekke vriendin. Ja, vertel. Hoe ken je Meredith? Is zij familie van jou of gewoon een vriendin? Meredith, die wil heel graag familie zijn van mij, ja natuurlijk. Ja, hè? Maar Meredith is inmiddels familie. Hè? Sommige vrienden die blijven geen vrienden, die worden gewoon familie. En daar is Meredith één van. Maar eigenlijk zijn we gewoon begonnen als vriendinnen. Zij was ooit mijn manager op het werk, kan je dat geloven? Nu ben ik haar manager, ja. Als ze dit ziet, maakt ze me dood. Maar ja, dat is mijn vriendin. Dat is mijn wingman. En ja, dat is mijn meisje. Ja, je straalt helemaal, hè? Ja. Hoe oud ben je, Gail? Even leuk. Hoe oud schat je me? Ze weet mijn leeftijd dus, hè? Maar als je me niet zou kennen, hoe oud zou je me schatten? Ja, nu heb ik een laag make-up op, maar eerlijk, als je me niet zou kennen, hoe oud zou je me schatten? 24, 25. Ja? Ja. Ja. 24, 25, jongens. Ja. En u? Ik ben jonger. Ja? Laat je jonger uit. Ja? Ja. Nou jongens, dat is mooi. Ik ben 28. Ja, 28 jaar. Mashallah. Ja. Dus, bijna 30. Maar een jonge ziel. Jongens, waarom? Oude ziel. Nee, ik bedoel niet jonge ziel. Ik bedoel van, je hebt de jonge, hoe zeg je dat? A few moments later. Ik ben één, ik heb de... We I got the vibe. Ja. I got the vibe. Ja. Ja. Je bent geen oude oma die... Nee, maar een oude ziel, dat is iemand die veel van het leven weet. Ja, oké. Heb jij nog een kinderwens? Als het me gegeven wordt, hè, dan het hoeft voor mij niet. Laten we het daarop houden. Ja, want hoeveel kinderen heb je? Ik heb één dochter, dat is Victoria. Ja, en dat was eigenlijk een tweeling. Victoria was eigenlijk een tweeling, maar ik heb een miskraam gekregen van de andere, helaas. Dat heeft heel veel impact op mij gehad. Mm-hmm. Dat is ook een van de redenen dat ik misschien het stukje kinderwens ook weggestopt heb. Want ik heb gewoon een hele zware bevalling achter de rug. En een hele zware ervaring op dat gebied. Ja. Dus ik ben heel gezegend en heel dankbaar dat Victoria gezond ter wereld is gekomen. Dus voor mij een kindje hoeft niet per se. Maar ik zou heel graag een zoon willen. Gek hè? Maar dat is dus mijn uitspraak. Ja. Ja, ik vind je ook wel een jongensmama. Jongensmama. Ja, vind ik ook. Nou, die wordt gepamperd hoor. Ja, hè? Ja. Ja. Ook weer zoiets leuks. Dat als je dat terugkijkt en je hebt opeens wel zo'n zoon. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Zou jij ooit meer dan vloggen willen doen? Meer dan vloggen? Denk aan acteren, modellenwerk, presenteren. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, vind ik ook wel iets voor jou. Ja, ik heb ook de acteeropleiding gedaan, hè jongens. Dus ik hou van acteren, ik vind het leuk. Ik ga in een hele andere rol. En de mensen die mij kennen, die weten ook dat als ik Sam ben, ik heb een alter ego people. Dus als je me een keer tegenkomt en ik zeg, hi jongens, ik ben Sam, dan ben ik in mijn rol. En anders ben ik Gil. En allebei zijn maf, maar Sam is toch wat anders dan Gil. Maar presenteren, kom maar door. Acteren, kom maar door. Modellenwerk, ja, ik zie mezelf niet echt als een model. Soms voel ik mezelf wel zo met die Instagram filters, maar het zou altijd welkom zijn. Alles kan toch? Ja. Voor alles is een... Mogelijkheid. Mogelijkheid, ja. Vertel je grootste date-blooper. Mijn grootste date-blooper? Nou, zal ik jullie eens vertellen over mezelf? Hè, voor zo'n maf en aanwezig dat jullie me zien op het internet. Ik heb tot kort geleden een officiële echte date gehad. Ik date nooit. En ik heb wel eens gedate met mijn ex-partners, ja. Maar ik heb het over, like, jou ontmoeten vandaag en morgen wat gaan eten. Maar dat durfde ik nooit. Ja. Dus mijn exen zijn ook altijd mensen geweest die ik al kende. Binnen mijn kring
In ieder geval wisten ze al een beetje van, oh, dit is Gil en ik wist dat is die. Maar nooit van, ik kom jou vandaag tegen en zullen we morgen wat gaan eten. Je hoorde nooit meer wat van mij. Ik zie er heel stoer uit, maar ik ben super verlegen. Weet jullie dat ook van mij? Ja. Oké. Okay. Dus ik heb nog geen dateblooper gehad. Ja. Ben je wel eens echt verliefd geweest en hoe wist je dat? Ja. Ja, ik ben wel eens echt verliefd geweest, ja. En hoe ik dat wist, is omdat ik ook weet hoe het is om te denken dat ik echt verliefd was. Maar dan ontmoet je iemand waar het dieper gaat dan chemistry. En je het gewoon het gevoel hebt dat je soulmates bent met elkaar. Ja? Ja. En ja, ik weet het niet. Nee. Het woord verliefd, ja. Ja. Wanneer ben je verliefd? Ik vind dat je verliefd bent op het moment dat elke keus die er wordt gemaakt door de partner en waar hij of zij ook is, het je niet onrustig maakt. Het moment dat hij of zij je belt, er een bepaalde vreugde, lach, kriebel bij je naar boven komt. En als dat gevoel aanhoudt, want alle begin is leuk en iedereen die je in het begin leert kennen is hartstikke lief en leuk, maar houdt het aan. En daarom ben ik echt een persoon van eerst willen leren kennen voordat ik ergens met je instap. Ja, nee, ja. Ik ben het met je eens. Ja. Wat is jouw ideale type man? Mijn ideale type man? Ik heb niet echt specifiek een type. Nou, like. No. Ja, luister eens. Laat me eens even uitpraten, jongen. Ja. Ik heb niet een specifieke type dat ik zeg, dat is hem en anders niet. Mm-hmm. Maar ik heb wel een eye catcher. Ja. Snap je? Mm-hmm. Wat zit je nou? Ja, en ik laten we het houden op. Ik hou van mysterieuze, rustige, zelfverzekerde mannen. Je houdt van problemen. Ik hou niet van problemen, jongens. Ik hou niet van problemen. Ik hou van gentlemen's. Mm-hmm. Respectvol. Ja, ja. Maar er mag wel die sparkling in je ogen zitten van niet te ver. Snap je? Dat heb ik nodig. Ja, daarom zeg ik. Nee, niet problemen, jongens. Ik hou niet van problemen. Ik ben niet te oud voor problemen. Ik wil rust. Mm-hmm. Ik wil iemand. Ik ben zelf heel druk en hoe. Dus ik heb iemand nodig die rustig is. Een beetje een tegenpol. Dat. Maar qua uiterlijk hou ik van verzorgde mannen. Een lengte. Mooie tanden. Sprekende ogen. Goede stijl. Ben ik niet te veel eisen? Nee, dat is normaal, toch? Die mannen hebben ook veel eisen, hoor. En alsjeblieft niet gierig zijn. Ik kan niet tegen überhaupt gierige mensen, hoor. Maar een gierige man, mag ik dat zeggen? Of is nee, het raar? Ja, sorry. Weet je, dat ik ga daar gewoon niet mee kunnen. Zie je, dit is dus misschien niet goed dat ik het zeg, maar ik ben gewoon eerlijk. Hè. Ik geef gewoon antwoord hoe ik me vandaag voel, dus. Ja, en dan komen we bij wat je vandaag aan het doen was. De droomauto. Jongens, ik heb een droomauto natuurlijk. Echt, jongens. Laten we dit filmpje zien als manifestering. Ja? Dat alles wat ik vandaag uitspreek, dat inshallah gebeurt. Ja? En mijn droomauto is een G-klasse. Ik hou van hoge auto's. Ik ben zelf geen klein meisje. Ik ben best wel een lange vrouw. Grote vrouw. En ik hou van hoge wagens. Dat straalt toch een bepaalde klasse en stoerheid uit. Toch? Ja, vind ik ook. Ja. Deze kleine, die is 1 meter nog wat. Maar die houdt ook van grote auto's. Ja. Ja. Maar ik vind het straalt wat uit. Ja, zeker. G-klasse. Het straalt gewoon. Ja. En oh ja. As we speak, hè. Vandaag ben ik wat gaan eten. En ik maak een grapje van, jongens, ik heb mijn droomauto gekregen. En mijn getrouwde vriendin, die zit mashallah lekker te rijden met haar hoge pond in Dubai, in een G-klasse. Jongens, ik wil dat ook. Ja? Ja, misschien is dat een teken. Is het teken, van het komt deze kant op. Het komt dichterbij. Ja. Dat komt inshallah. Inshallah. Ja. Ja. Stak ervoor. Mm,
Bidden. Hey. Dus een passenger. Passenger seat, ja. Mm-hmm. Ja, geen klasse. Wat is jouw afkomst, Gil? Ik ben... Indiaans. Ik ben Indiaanse. Volbloed. Beide ouders, half. Mijn moeder volbloed. Ik ben volbloed Indiaans. En voor de mensen die niet weten wat Indianen zijn, dat zijn de mensen met de veren zo, de tooi, de Indianen, Pocahontas, denk aan Pocahontas. Dus dat ben ik, Indiaans. Ja, wij komen uit een dorp, Witsanti heet dat. En ik ben een trotse Indiaan. Ja. Leuk, hoor je ook niet vaak, hè? Nee, nee. Klopt. Gil, is jouw kring heel erg klein of juist groot? Mijn kring was vroeger nog groter dan de aarde, denk ik. Hoe ouder ik word, hoe kleiner die wordt. Ik heb nu echt een vaste vriendenkring. En ik denk ook niet dat daar meer echt vrienden bij komen. Of is dat gek wat ik zeg? Het is een beetje gek. Nee, misschien... Want je leert... Toch? Ja, ik vind het wel prima zo. Maar voor echte mensen is het altijd ruimte. Snap je? Ja. Ik ben niet per se op zoek nog naar nieuwe vrienden. Want ik ben echt... Ik heb een karakter en ik ben een typetje. Dus je moet ook maar met mij kunnen. En ik ook met jou. Ja. Weet je? En dat moeten uitleggen wie je bent. En hoe je in elkaar zit. Ik heb mijn hart op mijn tong liggen. Dus niet iedereen kan daarmee. Weet je? Dat moet je kunnen. Ja. Ben je echt? Ben je oprecht? Is er ruimte. Is dat niet het geval, dan... But energy stay far away. Make you stay far away. Ja. Ben jij een papa of mama's kindje? Ik ben een mama's kindje. Ik ben de jongste. En ik ben echt een verwende loop. Ik ben echt een mama's kindje. Ja. Ik vind het wel gezellig met mijn moedertje lunchen, dingetjes doen. Ja. Ik denk dat ik deze... zelfs kan beantwoorden. Wat is de vraag? Of ochtend of avond met. Wat denk jij? Gil houdt van slapen. Dus zij is absoluut geen ochtendmens. Alhoewel ze wel gewoon opstaat. Als moet. Als moeder. Ja. Ze moet naar school. Ja. Het moet. Maar als het niet moest. Nee. Mij me slapen. Ja, ik maar je bent ook wel weer een avondmens, want je houdt lekker van stappen. Ik ben een nachtuil. Ja. Ja, in de avond kun je me bellen hoor. Op de dag mij niet bellen alsjeblieft. Ja. Ja. Tenzij geld te verdienen valt, of het moet, of we gaan op vakantie. Voor de leuke dingen kan ik wel. Ja. Alsjeblieft, ochtend. Nou, ik ga dit gewoon voor jou beantwoorden. Ja. Want ik vind dat iemand dat gewoon moet doen. Nou, vertel. Iemand vraagt of jij een lief persoon bent. En ja. Vind jij mij lief? Ik vind jou lief, maar vooral gewoon oprecht. Kijk, lief kan iedereen zijn. Ja. Maar alles wat je net hebt benoemd, dat is ook werkelijk waar. En ik ken je niet zo lang. Ik ken misschien nu 3-4 maanden. Ja. En je hebt me vanaf dag 1 met open armen ontvangen. Ja. En dat is meer dan lief. Dat is gewoon, je bent vriendelijk naar de mensen toe, ook buiten, je bent sociaal, iedereen... Maar dat is een energietaal, hè? Ja. Dus... Want ik geloof ook wel dat mensen mij wel eens anders hebben ervaren. En ik zou mezelf niet omschrijven als lief, maar wel als aardig. Ja, aardig, ja. Lief is toch wat zachter. Ik ben niet zacht. Ja. Ja. Ik ben ook niet van het vertroetelen. Ik noem mijn vriendinnetjes ook niet schat of nee. Hé wijfie. Weet je, ik ben toch wat grover. Ja. Maar ik ben wel een aardig persoon. Ja. Maar ik denk dat mensen die jou niet kennen of buiten jou zien, die denken van... Die hebben een heel ander beeld. Ze is pittig of ze is... Weet je, ze is... Terwijl ik heel zacht en emotioneel ben. Ja, je bent wel zacht. Ik denk dat als iemand... naar jou toe komt, je niet gaat zeggen van... Nee, nooit. Weet je, je geeft diegene tijd en je luistert naar diegene. Ja. Je gaat ook niet snel oordelen of wat dan ook. Nee. En... Waarom zou ik dat moeten doen? Ik vind mensen die een oordeel klaar hebben liggen zonder een persoon oprecht een kans te hebben gegeven of
de kans te geven om te leren van zijn of haar fouten. Dat vind ik heel hypocriet. Ja. En we zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten. Hier is eentje die elke dag wel een fout maakt, maar just be you. Nou, dan komen we tot de laatste vraag. En dat vind ik een mooie vraag. Ja. Zou je zelf moslima willen worden? Of heb je wel eens verdiept in de islam? Ik ga op deze vraag zeggen, inshallah. Ik heb me zeker al verdiept in de islam. En dat al een aantal jaar geleden. En nu ga ik met een heleboel moslims om. Die mij automatisch een beetje betrekken erin. Ja. En ik sta er zeker voor open. Ik heb ook altijd aangegeven van, ik doe het op mijn tempo. Ik bid op mijn manier. Ik creëer een band met Allah op mijn manier. Of het Allah is, God, wat de naam mag zijn, wat voor mij bestemd is. Laat het me aanraken, laat het me seintjes geven. Maar ik ben gelovig. Ja. En ik vind de islam een heel mooi geloof. Dus ik zal er zeker voor openstaan, ja. Inshallah. Inshallah. Mogen Allah jou leiden? Inshallah. Amen. Amen. Ja. With that being said, people, is de interview voor vandaag afgelopen. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik ook. Ik vond het hartstikke soepel. Ik had gedacht, ik was best wel zenuwachtig. Omdat nogmaals, ik heb de vragen echt niet bestudeerd. Dankjewel voor het interview. Alsjeblieft. Ja, en ik hoop dat jullie een beetje mij hebben mogen leren kennen. En tot de volgende video. Thanks for watching. Ben jij nog niet geabonneerd? Abonneer dan nu. Like. Comment en vooral tell a friend to tell a friend. Good vibes only. Ik vind het leuk dat jullie mijn video weer bekeken hebben. En ik zie jullie volgende week. Peace. Nee, dit komt echt in de vlog. Ik spreek even namens Peres. Welkom. De regen alsjeblieft. Heel erg bedankt aan mij. Teres, zwaaien voor de camera. Anders bedoeld hoor. Nee, mama, echt. Hier waren echt...